allemaal en welkom bij de 200ste vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, de 200ste vlog. Jeetje, wat is het hard gegaan in de afgelopen periode. We hebben natuurlijk 100 afleveringen geleden natuurlijk de 100ste gehad. Nu de 200ste alweer en we gaan gewoon door met vloggen en leuke video's maken voor jullie hier op dit kanaal. De 200ste aflevering alweer en ik heb mijn maatregelen genomen. Daar komt hij. Even wachten hoor. Ik moet nog even wat doen. En dan komt hij. Nogmaals, welkom op de 200ste vlog hier op It's Ultrex. En daar komt hij. Ah, je ziet het bijna niet. Maar in ieder geval, jongens, ja, daar leg alles. Ik gooi het helemaal verkeerd. Ik gooi alles ernaast. Kijk, daar leg alles al. Ja, jongens, natuurbeheer. Ik ga het heus wel opruimen. Jongens, allemaal welkom. Welkom bij de 200ste vlog hier op mijn kanaal. 200 keer It's Ultrex. En dat is wel reden voor een klein feestje. Wat zijn er in de afgelopen 200 afleveringen allemaal gebeurd? We zijn naar Slagharen geweest. De Efteling. Hof van Saxen. Feyenoord. Thuiswedstrijden van Feyenoord. Wildlands en mijn zoo en nog veel meer Tropicana, twee remise metro's. Ja, waar ben ik allemaal nog meer geweest? Hoogvliet, het Ruige Plaatbos, vorige week Kralingse Plas in Rotterdam en het Kralingse Bos. Reden van allemaal vele uitstapjes waar ik geweest ben om te vloggen. En inmiddels zijn we al aan de 200 vlogs terechtgekomen. 200 vlogs. Ik weet nog de allereerste. Heel onzeker en heel klunzerig allemaal nog. Hallo YouTubers, welkom op mijn vlog YouTube kanaal. Mijn naam is Marco en ik volg al een tijdje op YouTube verschillende vlogs. Onder andere van Davinstel, wat wel een grote inspiratie, een grote... inspirator voor mij is om ook een eigen vlogkanaal te gaan beginnen. Ik kwam een paar dagen geleden Marcel Kleinhout tegen. Maar in 200 afleveringen, zeg ik het maar, 200 vlogs, 200 afleveringen, is alles beter geworden. Alles is beter geworden en alles is groter geworden. Eerst geen intro, toen wel intro's. Mooiere intro's, nieuwere intro's. Mooiere outro. Andere outro, wat nog mooier is. En dat is eigenlijk 200 afleveringen van It's Ultrex in een notendop. En ik heb er gewoon heel veel plezier in en ik ben nog zeker weten niet van plan om te stoppen. We gaan gewoon door met nog 200 afleveringen, misschien nog wel meer, ik weet het wel zeker. En ik sta hier op het plekje waar we verleden keer ook stonden en dat is in de Maaswijk. Hier stond ik toen de dag voordat ik naar de Efteling ging, stond ik hier ook. Voor het filmen van, om het uit te proberen van mijn, selfie stick. Nou, momenteel is mijn selfie stick even buiten werking, omdat ik dus een boutje kwijtgeraakt ben. En dat is heel jammer, heel zuur. Maar daar gaan we wel zeker weten wel weer een oplossing voor vinden, dat ik die weer kan gebruiken. En met buitenwandelingen zoals deze is dat wel heel erg belangrijk dat je een selfie stick hebt. Want ik zit nu de hele tijd dat gekke apparaat vast te pakken en het schiet gewoon niet op.
Nou, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, vandaag ga ik niet veel doen. Ik ga een beetje lekker wandelen, denk ik eventjes. Ik ga zo nog even verder met wandelen. En ja, wat gaan we nog meer doen? Ik hou het vandaag lekker rustig. Er waren weer een hoop plannen van het weekend, wat allemaal niet doorgegaan is. Jullie hebben het in de vorige vlog kunnen horen. Vandaag was er ook weer iets wat niet doorging. Dus ik hou het vandaag lekker rustig. Ik doe het vandaag lekker rustig aan. En we gaan gewoon lekker een beetje wandelen. En een beetje lekker uitrusten. En dan moet ik morgen weer gaan werken. En dan is het nog 4 dagen. En dan heb ik vakantie. Vakantie, vakantie. Daar ben ik echt aan toe. Ik heb er echt heel veel zin in. Om lekker vakantie te nemen. En ja, ik heb er ontzettend veel zin in. En ik ben een hele hoop leuke dingen van plan om te gaan doen. Waaronder natuurlijk 12 december. Dan gaan we naar de Winter Efteling. Ik heb het al 300 keer gezegd. Maar toch. En ja, in de vakantieperiode heb ik gewoon meer tijd om te filmen. Dus dan kan ik wat leukere activiteiten gaan doen. Zo, ik zit helemaal onder de blubber gelijk. Mijn schoenen zitten helemaal onder de blubber. En ja, dan gaan we wel kijken, jongens. Wat ik allemaal op het... jullie kunnen het de aankomende maanden zien. Ik moet ook nog steeds gaan beginnen met... dit is 2017. Dat wordt de gehele maand december. Krijgen jullie dat te zien op mijn kanaal. En dat is eigenlijk een terugblik van alle hoogte- en dieptepunten hier op mijn kanaal. Een eerste jaar It's Ultrex. Een eerste jaar als YouTuber. Ik heb ook al even een tijdje niet meer gelivestreamd. Maar dat ga ik daar eigenlijk ook weer mee beginnen. Dan ga ik gewoon weer livestreamen. Misschien vanavond al, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar we gaan het allemaal wel zien, jongens. Terwijl ik hier ook de elektriciteitskabel van Maaswijk tussen Maaswijk en Hekelingen mooi in beeld heb. En dit is dus een parkje bij de Maaswijk. Lopen we zo even een rondje. En dan hebben we dat ook wel weer gedaan. Ik had toch heel even zin om naar buiten te gaan, niet lang. Want het is ontzettend koud is het ook. En ik heb geen zin om de hele tijd buiten te gaan lopen. Oh, daar komt de hond. Gaan we even lopen. Zo. Oh. Dat is een hondje. Toch? Ja. Hier hebben we een voetbalcomplex van Hekelingen. Volgens mij was het Hekelingen, toch? Of is het Spijkenis? Nee, het is Hekelingen. En ja, even lekker een wandelingetje. Moet even kunnen tussendoor. Ik dacht dat je hier ook nog een pad had. Maar dat pad is er volgens mij niet. Dan moet je weer door het gras heen wandelen. En ik heb er net in het gras gestaan. En dat is nou niet echt fijn om in het gras te lopen nou. Het is allemaal een beetje nat. Een beetje blubberig en modderig. En het is ontzettend nat natuurlijk. Het heeft de afgelopen dagen flink wel wat geregend. En dat doet de grasmat geen wonderen. Nee, je kan, deze kant kan je niet op. Ik moet dus echt weer helemaal teruglopen, denk ik. En ja, want ik ga nou richting... Nee, er loopt toch nog een pad. Er loopt toch nog een pad, kijk. Ik wil eigenlijk die kant op. Ik dacht dat er geen pad meer was, maar er is wel een pad. Kijk. Wow. Haast op mijn bakkes. En hier heb je dan de voetbalvelden van Hekelingen. Hierachter. Het is droog. Maar voor de rest heb je ook alles ermee gezegd en gedaan, want het is niet de aangenaamste temperatuur.
Het is toch even lekker zo even buiten, maar ik ga het hem gauw zo dadelijk weer naar binnen peren, denk ik. Want ik vind het wel aardig frissies, jongens. Oh, het is echt frissies. Maar ja, dat maakt niet uit. Hier de elektriciteitspaal. En aan de andere kant dus de voetbal. Ik ben benieuwd of dat de winter Efteling doorgaat. En de 12 uur stream. Zoals ik gisteren al zei, ik heb er een hard hoofd in. We gaan ons maar gewoon verrassen. En als het niet zo is, dan zei het helaas zo. Dan is het maar helaas niet zo. En ja. Ik ga er geen moeite in ieder geval meer voor doen. Dus ik kan 900 afspraken maken. Maar er is in die 900 keer altijd wel eentje die niet kan. Dus we gaan het wel gewoon zien, jongens. Hier heb je trouwens het dorp Hekelingen. Dijk, dan kan je nog die kant op, maar dat doen we niet. We gaan de dijk op. Oh. Zo, hier hebben we dus, Hekelingen, maar wij gaan de dijk op weer richting Waterland. Vanmiddag zijn er nog een aantal wedstrijden. Gisteren heb ik natuurlijk Feyenoord al gespeeld, dat hebben jullie gehoord. 2-0 gewonnen van Groningen. Vandaag moet PSV, dacht ik, en Ajax die moeten vanavond. Of vandaag. PSV moet tegen Excelsior uit. En Feyenoord, Ajax, weet ik eigenlijk niet tegen wie ze moeten spelen. Maar ik heb wel zin om dadelijk even lekker voetballen te kijken op mijn gemakje. Ja, weer een auto op de dijk. Zie ik. En daar komt ik deze kant op. Dat dacht ik ook al. En hier heb je dus Hekelingen. En hier dus de voetbalvelden van Hekelingen. Die zitten dus hierachter. Daar heb je dus Hekelingen. Als je dus zo dat pad volgt, dan kom je ook weer in Hekelingen terecht. Dus vandaag. Nou. Ik heb niet veel te melden. Het is een lekkere, rustige zondag. Lekkere, rustige zondagmiddag. En dat wou ik ook zo houden. Dus ik ga nog even lekker even naar huis toe. Even lekker even een beetje op de computer nog een beetje kijken. En nog een beetje voetballen kijken. En dan vind ik het wel weer best voor vandaag. Zo. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer als ik weer thuis ben. Tot zo. Zo, en ik ben inmiddels weer thuis. Lekker thuis. En ik zit nu naar Excelsior PSV te kijken terwijl het bijna 2-0 wordt voor PSV. Het staat inmiddels 0-1 door een eigen doelpunt van Excelsior van Matthij. En hoe heet dat? Ja, slecht. Als je zo voetbalt, dan is het echt niet best. Terwijl ik weer een of ander heel raar ding in mijn beeld heb. Ik weet niet hoe ik eraan komt. Maar
krijg een of ander heel raar tekentje weer in beeld. Precies midden in de lens. Maar goed, het staat in ieder geval 0-1. Ik ben in ieder geval lekker thuis. De jongens die zijn er nog lekker. Ik heb even de kachel uitgedaan, want toen ik hier binnenkwam leek het wel een broedkas. Zo warm was het. Dus bij deze heb ik even lekker de kachel even uitgezet. Als het al weer kouder wordt, dan ga ik hem wel weer aanzetten. Maar ik ga even de computer nou even opstarten. Nou, vlogs hoef ik in ieder geval niet bij te werken. Want alle vlogs zijn klaar. Oh, ik wacht eens. Ik moet nog één uploaden. Dat wel. Maar bewerken is alles klaar, gelukkig. Dus dat is... het uploaden is niet zo'n groot probleem. Hoef je alleen maar je computer aan voor te zetten. En dan kan hij zo uploaden. Ik moet alleen even de teksten bijzetten. En dan in de descriptie moet ik nog even wat inposten. Maar dat is niet zoveel werk, gelukkig. Dus dan hebben we dat ook tenminste weer klaar. Ik loop lekker bij. Ik hoop dat ik deze week even weer een beetje een weekje heb. Dat ik lekker bij zit. Want vorige week was het zo'n grote achterstand dat ik dacht van nou... Dan moet ik er echt wat aan gaan doen, want anders dan schiet het gewoon niet op. Dus vandaag. Poeh, het is echt warm hier, oh. Ik ben blij dat ik de kachel uitgezet heb, want het is echt... Ik had de kachel aan laten staan. Maar dat had ik beter niet kunnen doen, want het is nou één grote broeikas hier, oh. En het zonnetje staat er ook op, dus... Nou, ik ga nog even verder hier, oh, en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 6:30 en ik ga even lekker op eten. En dan ga ik kijken wat er vanavond is. Ik hoop dat vanavond nog een livestream is, maar ik verwacht er niet veel van. Wat heb ik de rest gedaan? Nou, ik heb alleen maar voetballen gekeken en ik heb ook nog geslapen. Ik was doodop. Dus van een lange vlog zal er vandaag helaas niet zoveel van komen. Ik ga zo even op je eten. Ik moet eerst even de jongens even eten geven. Die hebben ook dat is ook belangrijk. En dan zien we het wel vanavond. Ik wil vanavond toch even streamen eigenlijk. Want ik mis het streamen wel heel erg. Maar ja, als je alleen streamt, dan is het toch wat minder leuk als dat je mensen hebt. Maar ik wou ondanks alles... Wou ik vanavond toch een livestream gaan doen van Grand Theft Auto 5. Dus wat dat betreft wil ik toch even gaan streamen. Even kijken. Als het niks is, dan stop ik weer na een half uurtje mee of zo. Maar dan heb ik in ieder geval een half uurtje even gelivestreamd. Dat vind ik wel leuk. Ik zit nu Vitesse ADO Den Haag te kijken. En het staat 1-0 voor Vitesse. Ik heb het doelpunt net gemist volgens mij. Ik zat er net even met mijn rug er naartoe. Want ik was nog heel even met de computer bezig. Maar ik ga hem eventjes neerleggen. Ik ga even een hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Als ik lekker even gegeten heb. Het zal wel koud wezen. Ik zal even extra even... mutsje even opdoen en eventjes me extra warm kleden, want het is best wel koud is het. Dus vandaar. En ik moet nog even de buitenverlichting. Moet ik even controleren. Het is nu nog donker, maar ik heb ook buitenverlichting. Ik heb zo'n soort... allemaal van die kerstlampjes. Die moet ik eigenlijk ook weer eens aangezetten. Dus dat is wel leuk. En dan moet ik ook even kijken en dan doe ik hem wel gewoon even op een schakelaar. Dan gaat hij gewoon automatisch elke dag aan en op een bepaalde tijd weer uit. Dus dat ga ik ook nog even doen. Wil ik ook nog even voor elkaar krijgen. En ik wil ook nog even de kerstverlichting na mijn verjaardag even de kerstverlichting of de kerstversiering in mijn huis even klaarmaken. Dat ik toch nog een beetje iets van heb van kerstverlichting. Nou, ik ga het eventjes weer hangen. Ik ga even helpen eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 8:00. En ik ga de livestream van Grand Theft Auto 5 even aanzetten. Ik ga toch gewoon even kijken.
Kijken of dat er wat is. Als het niets is, dan ben ik binnen een half uurtje weer klaar. Maar dan heb ik in ieder geval even geluisterd, want dat wou ik toch even vanavond even gedaan hebben. Ik weet niet wie er allemaal komen. Joost zou er in ieder geval niet zijn. Die zou pas morgen weer komen. Dus we gaan het wel zien. Misschien Rob. En dan gaan we het wel kijken. Zo. Het is koud buiten. Ik had een mutsje bij me, maar dat was wel even nodig, want het was echt koud is het. Ik moet even de jongens even eten geven. Dat doe ik ook gelijk eventjes. Is dat ook gelijk weer gebeurd. Zo, even de jongens even eten geven. En dan ga ik de livestream starten, jongens. Ja, ja, ik heb er zin in. Zo. Hop. Een beetje daarnaast. Waar? Kijk, knap niet als het wegkrijgen, die rotzooi. Waar? Wat een smerig zootje, zeg. Ik snap niet als het wegkrijgen, die kleren zo. Het is vies. Maar ze vinden het heerlijk. Kijk, ze is lekker smullen. Dus ja, dat vinden ze wel wat. Nou, eens even de computer aanzetten. De PlayStation aanzetten bedoel ik. En de televisie aan. Zo. Hoppa. En dan gaan we eens even kijken wie er allemaal weer aanwezig zijn. Even naar tv. Zet ik hem hier even op. Nou. Ik denk eerst weer op een knop drukken, zeker weer. Hij blijft gewoon weer lekker hangen. Het is altijd als je haast hebt. Dan ga ik maar even naar de wc en dan ga ik de livestream starten. Even kijken, HDMI site moet ik hem hebben. HDMI site moet ik hem hebben. En dan zet ik de computer even aan. Ik wil zeggen, ik had hem ergens gevonden. Opa, dat is hem. Dat is hem, dat is hem. Nou, en dan ga ik even nu even de livestream starten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik heb inmiddels de livestream afgesloten alweer. En was gezellig. Ik ben was helemaal alleen met gamen. Maar ik heb nog even 2 uur gelivestreamd. Helaas weer in 2 keer. Aangezien mijn internet waardeloos is. En ik zit er toch aan te denken om een andere provider op te gaan zoeken. Ik denk dat ik morgen eens even, of anders volgende week, als ik vrij ben, dat ik wat meer tijd. Dat ik toch eens UPC op ga bellen, of Ziggo is het tegenwoordig. En dan ga ik toch eens vragen wat er nou precies allemaal loos is. Want het schiet gewoon niet op zo, het houdt er niet op. Ik word er gewoon helemaal gek van. Elke keer een slechte verbinding, mijn computer die elke keer internet eruit gooit, livestreams die stoppen omdat het internet het gewoon vertikt. Het is gewoon een grote drama en ik word er een beetje moe van. En er zijn nog wel andere providers die beter zijn en waar ik zo terecht kan. Dus vandaag, ik ben het een beetje helemaal klaar met Ziggo. Nooit problemen gehad. Ik ben al internet. Ik heb al internet sinds het hele begin. In het begin was het Cello. Toen is het overgegaan naar UPC. Met Cello nooit problemen gehad. Met UPC nooit problemen gehad. En nu is het Ziggo. En ik heb alleen maar troubles met mijn internet. Dus ik denk het recht aan om een andere provider te nemen. Nou, ik ga nog heel eventjes, het is 11 uur, ik ga nog heel even verder. Ik ben nog even op de computer bezig. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer voor de grande finale. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. De katten zijn trouwens nog even lekker bezig. Ik heb even lekker een ijsje gepakt.
zou je denken, in de winter en met die kou een ijsje eten. Ik heb er gewoon even trek in. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is bijna 12:15. En ik ga de vlog hierbij afsluiten. Het is weer mooi geweest. Ik moet morgen weer vroeg op. Morgen gaat 5:05 het dekkertje weer. En ik ga lekker naar mijn petje toe. Ik ben het zat. Leuke livestream gehad van ruim 2 uur. Jammer dat het alleen in 2 delen was. En jammer dat er weer geen medespelers was. En daardoor heb ik ook besloten om uit de groep te gaan van de PlayStation 4 gamers. Ik heb al 100 keren aangegeven dat ik mensen zoek om te streamen. Maar als ze dan elke keer in de laatste paar dagen, de laatste paar weken is dat heel erg. Als er dan niemand komt, niemand laat van zich horen, niemand vindt het leuk om te streamen, dan snap ik de bedoeling niet van de appgroep. Dan vind ik het een appgroep waar je niks aan hebt. Dus ik ben de appgroep vanavond uitgestapt. Helaas, maar ik zie geen meerwaarde in deze appgroep. Dus ik ben er uitgestapt. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zou zeggen, in ieder geval jongens, iedereen de groetjes van deze kant. Volg mij op Twitter, apenstaartje It's Ultrex, voor alle ins en outs over mij en wat mij bezighoudt in wat ik meemaak, wat me bezighoudt en wat ik allemaal beleef. Ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje ook de lucht in voor deze vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op dat belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden van als er weer een nieuwe video of livestream is. En druk even op abonneren. En volg mij op Twitter. Groetjes allemaal. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.